We zijn vandaag langs geweest bij TedoPress. Daar werd een presentatie gehouden door Laster. En Laster is een van de fabrikanten van onder andere augmented reality en virtual reality brillen. En dit is een van de fabrikanten die wij in ons project willen aanhalen om hun producten te laten zien, zodat wij uiteindelijk een keuze kunnen maken in welk product en welke hardware wij gaan gebruiken voor ons project. Laster heeft tijdens de presentatie ook een demonstratie gegeven van één van hun modellen. We hebben op dat moment live kunnen zien voor onszelf hoe de bril in zijn werking gaat. Je kunt op internet natuurlijk technische specificaties krijgen van zo'n bril, maar het is echt heel belangrijk om een keer te ervaren hoe zo'n bril aanvoelt als je het apparaat draagt, hoe het in zijn werk gaat, hoe het uitziet als je door de glazen kijkt. Je moet zoiets zelf ervaren om echt te kunnen begrijpen en om echt goed te kunnen oordelen of dit wel een product is waar wij op dat moment naar op zoek zijn. Op dat moment kun je ook kleine problemen tegenkomen die je van tevoren niet had verwacht. Buiten Laster gaan we natuurlijk nog minstens één of misschien twee fabrikanten meer uitnodigen om hun productlijn te laten zien. Vervolgens zullen we hier een keuze van maken en daaruit kunnen we natuurlijk kijken welke hardware het beste past voor het project dat wij willen gaan doen.